Oké, we gaan naar het volgende verhaal. Tot nu toe hebben we het dus gehad met name over wat kunnen we van de wind verwachten, wat kan er met de wind gebeuren. Maar zoals in het verhaal ook al werd aangegeven, voor Nederland is het dan vooral van belang, wat gebeurt er vervolgens met het water? Degene die ons daarover gaat inzicht in gaat geven is Douwe Dilling. Douwe Dilling is heeft civiele techniek gestudeerd. Hij werkt aan het begin van de jaren 80 bij Rijkswaterstaat, bij verschillende instituten. En is op een gegeven moment met de opsplitsing van onderdelen van Rijkswaterstaat overgegaan naar Deltares, waar hij nu een senior adviseur is. Douwe. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Ik zal proberen u iets te vertellen over superstormen en waterstanden. Superstormen, dat zijn stormen waar we een beetje denken aan een overschrijdingskansen voorkomen van eens in de 10.000 jaar qua waterstand. Dan noemen we het de superstorm. Maar is voor mij is 1953 ook wel een superstorm. Ik ga niet in detail beschrijven wat nou wind doet met water, want dat is denk ik een heel natuurkundig verhaal wordt dat. Maar ik zal even iets proberen te vertellen over hoe de maatgevende waterstanden langs de kust tot stand zijn gekomen. Dat was een lijstje op de onderwerpen wat mij aangereikt was door Jeroen. Iets over de onzekerheden in die maatgevende waterstanden. Iets over hoe zit zo'n dijkhoogte dan in elkaar als je iets weet van die maatgevende waterstanden. En hoe veranderen ze in de toekomst als gevolg van klimaatverandering. Dit plaatje lijkt erg veel op dat van Andreas. Ja, 1953 is nou eenmaal uniek. Dit is alleen een ander tijdstip. Dit is midden in de nacht. Maar dit werd ook in het Delta-rapport als heel typerend aangemerkt. Voor hoge stormvloedstanden. Namelijk, natuurlijk die... namelijk even naar de pointer... dat is hier een lage drukgebied zo rond Denemarken in de Duitse bocht. En dan een hoge drukgebied aan de westkant van Engeland. En dat betekent dat hier draait de wind links omheen. En een hoge drukgebied draait die rechts. En dat betekent dus dat hier een heel hoog drukverschil is tussen hoog en laag. En dat daar de isobaren dicht langs elkaar liggen. En dus de wind hard waait. En hier heel mooi van heel noord naar zuid helemaal over. Die wind gaat ongeveer parallel aan die isobaren over die hele Noordzee heen. En dan krijgen we natuurlijk die geweldige opstuwing. Nou, wat de gevolgen daarvan waren, dat van die storm, dat is algemeen bekend. Na die watersnoodramp kwam de Delta-commissie. En die gaf in 1960 een advies met een paar schitterende rapporten. Nog steeds zeer de moeite waard om te lezen, naar mijn mening. En de belangrijke elementen daaruit zijn natuurlijk de deltawerken, de afsluitingswerken om de kustlijn korter te maken. Maar vooral ook wat belangrijk is, een nieuwe ontwerpmethode, namelijk gebaseerd op een overstromingsrisico. En dat werd dan uitgedrukt in een verschijningskans van een bepaalde maatgevende hoogwaterstand. En als de redenering was, als die werd overschreden, dan faalde die en dan is het gevolg dat het achterland overstroomde. In werkelijkheid zit daar een marge tussen. Daar wordt ook wel gebruik van gemaakt van die marge. Maar zo zat het rekenschema in elkaar van de Delta-commissie. En hoe is de Delta-commissie nou zo ongeveer tot haar ontwerppeil gekomen, haar beveiligingsniveau? Ik zie dat het rechts ook erg lastig gelezen is. In ieder geval, in eerste instantie zei de Delta-commissie de hoogste waterstand in de Hoek van Holland was 3,85. Maar dat had best nog wel iets hoger kunnen zijn. Bijvoorbeeld, het astronomisch hoogwater was een springtij. De storm viel samen met een springtij. Maar het was een laag springtij, zelfs lager dan de gemiddelde hoogwaterstand. Het was een springtijstand van 81 centimeter en het gemiddelde hoogwater was in die tijd 90 centimeter. En had de storm zich één springtij eerder voorgedaan en dan was het springhoogwater 1,25 meter geweest. Het hoogste
astronomische getij vanaf 1901 daar bekend was. 1,2 meter en ik weet niet meer precies wat er staat. Dat kan dus, dat had zich ook voor kunnen doen. En dan zit je zo al een stuk hoger boven de 4 meter met je maatgevende stand. De positie van het drukveld op de Noordzee had ook net iets anders kunnen zijn. Dus met modellen kun je daar wat mee schuiven met dat hele windveld. En dan had het ook nog best wel eens wat hoger kunnen uitpakken. Zit je al op 4,54 meter ongeveer. Nou, de windsnelheid had nog best wel wat hoger kunnen zijn. Doe er eens 10% bij. Met een model kan je dat uitrekenen. Dat is helemaal nog niet zo extreem. Dat zit wel op 5,11 meter. Die gedachte dat 5 meter, dat is heel goed mogelijk. Dat is zelfs vrij simpel aan te geven dat mogelijk is. De volgende stap was dat die stand van NAP plus 5 meter, dat die gekoppeld werd aan een overschrijdingsfrequentie van 10 tot de min 4e per jaar. Uit een extrapolatie van gemeten hoogwaterstanden. Dan was verder een econometrisch optimum berekend voor het beschermingsniveau van Centraal-Holland. Dat kwam uit op een frequentie van 8 maal 10 tot en met 6e. Ik denk, dat is een flink verschil. Toch zei men, dat is niet zo gek, want hierbij was aangenomen dat alles, het hele achterland, dat alles verloren was. En er zit ook nog wel enige marge in het falen van die kering op het moment van het optreden van het maatgevende water. Dus dit sluit elkaar niet uit. Dus die 10 tot de min 4 werd gehandhaafd als norm voor Centraal-Holland. En voor de andere delen van Nederland, die wat minder belangrijk waren, economisch gezien althans, die kregen een economische reductie. En daar kwam dus eens in de 4000 jaar uit voor Zeeland en Friesland en Groningen en Texel en eens in de 2000 jaar voor de andere Waddeneilanden. Die normen die zijn uiteindelijk pas vastgelegd in de wet op de waterkering. Daar zijn dijkringen aangewezen waarvoor ze gelden. Nou, Centraal-Holland is dan eens in de 10.000 jaar, deze is eens in de 4.000 en die ook. Eens in de 4.000 en hier die eiland eens in de 2.000 jaar. Dus die... Daar zijn toen geen mensenlevens meegenomen. Nee. Tegenwoordig zouden we dat wel doen. Je zou zelfs kunnen zeggen, had het maar wel mensenlevens meegenomen, dan was je een economische waarde hoger geweest en dan had je dus een veiligere dijk gehad. Maar geld toekennen aan een mensenleven, dat was niet ethisch. Dat was het probleem volgens mij. Maar tegenwoordig wordt er, en dat zit ook in ontwikkeling, een hele nieuwe veiligheidsfilosofie, wordt gekeken naar het totale aantal slachtoffers wat gaat vallen. En dat is een ander type benadering dan de econometrische. Ja, dit is de werklijn zoals de Delta-commissie die voor Hoek van Holland had gemaakt. Dit is die 5 meter bij 10 tot de macht min 4. Hier staan de overschrijdingsfrequenties. 10 tot de min 4, 10 tot de macht min 3, 10 tot de macht min 2. Dit zijn de waarnemingen. Dit zijn de hoogwaterstanden. Dus die 10 tot de min 4, die gaat precies door die 5 meter heen. En dit was, ze hadden ook advies gevraagd aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica over deze getal, over dit getal. En het antwoord daarvan vond ik wel aardig. Het CWI had gezegd, hoewel aan de lage kant is het niet geheel onacceptabel als schatting voor de uitsluitend statistisch bepaalde hoogte met overschrijdingsfrequentie 10 tot de macht min 4. Dus niet geheel onacceptabel. In ieder geval, daarmee is de Delta-commissie verder gegaan en uitgaande van die lijn, ik zie het onder mijn hoek is dit erg onduidelijk. Dat is onder jullie hoek ook geloof ik, hè? Ja. Nou, het zou niet zo moeten zijn, maar goed. Kan dat nog beter? Nee? Nou, dan moeten we het er maar mee doen. Wat u hier ziet, dat zijn overschrijdingslijnen voor het Waddengebied. Daar is te zien, hier valt op te maken dat ze hier heel netjes aansluiten bij de waarnemingen van die stations in de Waddenzee. Daar hadden ze toen ter tijd nog niet zo'n lange reeksen van. Maar dat die voor de extrapolatie
even wijder gaan lopen aan die van Hoek van Holland. Onder het motto van, de statistiek hadden ze alleen voor Hoek van Holland gedaan. De hele Noordzee loopt vol bij die stormen, dat was nog een beetje het idee. Dus ze gaan, uiteindelijk gaan ze even wijder lopen. Nou, dat is een aanname. Uiteindelijk hebben we na een aantal jaren het onderzoek, het statistisch onderzoek, nieuw gedaan. Onder het motto van, in 1985 zo zijn, rond de 1985 is dat opnieuw gedaan. Vooral ook omdat in de Waddenzee dan inmiddels tijdreeksen van 50 jaar beschikbaar waren die ze toen ter tijd voor Hoek van Holland hadden. En er onderzoeken gedaan werden her en der in het land die voor het Waddenzee toch aangaven voor het Waddengebied dat ze toch wel erg hoog waren, die basispeilen daar. Dus toen hebben we dat integraal opnieuw aangepakt. Begonnen is met een statistisch onderzoek. Puur extreme waardestatistiek. Niet alleen voor Hoek van Holland, maar voor een aantal stations. Daarna is gekeken of die statistische uitkomst, die je vindt, of dat wel een beetje fysisch klopt. Want puntstatistiek is maar puntstatistiek. Je wilt ook een zekere verband hebben langs de kust. Daarna zijn die twee resultaten gekoppeld tot nieuwe basispijlen. Dat zijn pijlen met een overschrijdingsfrequentie van tot de min vierde per jaar voor die hoofdstations. En die kun je verder weer interpoleren voor alle tussenliggende gebieden. Dus dat is een hele trits geweest, in even zoveel rapporten beschreven. Het is niet alleen gedaan voor Hoek van Holland, zei je, dat Hoek van Holland wel een belangrijke functie heeft gehad. Er is de echte moderne extreme waardestatistiek toegepast. Moet je denken aan gegeneraliseerde extreme waardeverdelingen en Pareto-verdelingen. Waarbij niet is aangenomen dat deze lijn per definitie recht is, wat de Deltacommissie wel heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk een bijzonder geval als die recht is van een extreme waardeverdeling. En er is geen wetmatigheid die zegt dat die recht moet zijn. Dus we hebben toen gezegd, nou laat de data voor zich spreken en laten we zien wat eruit komt. We kwamen voor Hoek van Holland redelijk in de buurt van die 5 meter. Dat was niet zo gek. Maar het is wel zo, zeker als je die kromming van die lijn loslaat, dan is de nauwkeurigheid waarmee je zo'n extrapolatie kan doen, is enorm. Dit is de, zeg maar, 2 sigma, normaal verdeeld verondersteld. En dat is best wel erg groot. Daar doe je niet zo gek veel aan. Je kunt nog 100 jaar meten, maar dan weten we over 200 jaar pas wat meer. En 200 jaar is op zo'n logaritmische schaal maar een heel klein stukje. Dus dan moet je. Het heeft pas veel zin als je 1000 jaar waarneming hebt. Maar ja, zo lang willen we niet wachten. Kunnen we niet wachten. Overigens doen we op dit moment helemaal niks met die grote betrouwbaarheidsinterval. Ontwerpen altijd op basis van een verwachtingswaarde. Dat doen we nog steeds, omdat we veronderstellen dat er ook nog wel wat reserve in de sterkte zit, kant zit. Dus we ontwerpen nog steeds met deze verwachtingswaarde. Is wel de bedoeling om dat in de toekomst alle onzekerheden integraal mee te nemen van alle dingen. Dan zou je toch graag iets meer willen weten over hoe groot die nou werkelijk is. En of we dat niet iets kunnen doen om dat te verbeteren. Belangrijke aanname is ook dat het statistisch gedrag hier in het geëxtrapoleerde gebied hetzelfde is als in dat gebied waar je hem van de hoogste waarneming, waar je hem aan koppelt. Als er duidelijk door de fysica veranderingen optreden in het hele proces, dan is het niet reëel om dat zo door te extrapoleren. Wat hier nog aardig is om te zien ook, is dat dit zijn de waarnemingen allemaal teruggecorrigeerd naar 1985, het eind van de datareeks die we toen bekeken hebben. Gecorrigeerd voor de stijging van het gemiddelde hoogwater, omdat dat met de zeespiegelstijging en met getijverandering meegaat. Helemaal geselecteerd op onafhankelijkheid, dus dat je per stormperiode maar 1 hoogwater meeneemt, dat er zo weinig mogelijk autocorrelatie in zit. En dan resteren deze data en daarop is de extreme waardestatistiek toegepast.
Het fysisch onderzoek, dat was om te kijken of de uitkomsten van het statistisch onderzoek voor die aantal hoofdstations langs de hele Nederlandse kust, of die een beetje goede samenhang vertoonden. En de werkwijze daarbij is geweest om een relatie te leggen tussen de hoogwaters en hoogwater opzetten bij Hoek van Holland en bij andere stations. En dat is gedaan door middel van gemanipuleerde stormen. Dus stormen die zijn opgetreden, maar die zijn opgeblazen, uitgerekt, zodanig dat ze standen geven in de buurt van het basispeil, van de 10 tot de min 4. En dan kijk je wat de relaties zijn met Hoek van Holland. Dus dan kan je van Hoek van Holland naar IJmuiden stappen en naar Den Helder en kijken hoe ver dat dan van elkaar af komt te liggen. Hier heb ik een rijtje met resultaten. De uitkomsten van het statistisch onderzoek, dat waren deze getallen. Ik heb hier de 1 sigma erbij gezet, want als je de 2 sigma erbij zet, dan ziet het er helemaal zo droevig uit. Dat is, visueel is dit wat prettiger. Je ziet wel, Hoek van Holland is een van de minst nauwkeurige. In het Waddengebied zijn ze wat nauwkeuriger. En dat heeft te maken met de kromming die je daar duidelijk ziet. Daar zullen we straks wel een voorbeeld van zien. Dit waren de pijlen zoals die in het Delta-rapport stonden. Dit verschilt niet zoveel. Hoek van Holland is eigenlijk precies hetzelfde gebleven. Zei het dat die niet gecorrigeerd was voor hoogwater en dat wij dat wel hebben gedaan. Maar Den Helder komt de statistiek toch een stuk lager uit dan de Delta-commissie dat had. In de hele westelijke Waddenzee is dat het geval. En dat was natuurlijk wel zaak om dan te kijken van, nou ja, klopt dat met die fysica qua verhoudingen? Is dat niet gewoon een statistisch fenomeen? Wat komt dan uit de fysica? Komen dit soort getallen? Die liggen al voor Den Helder. Was dit 4,25 uit de statistiek en 4,47 uit de fysica? Dus hier heeft een correctie naar boven plaatsgevonden. Want uiteindelijk zijn die 2 resultaten gewogen tot 1 eindresultaat. En dan heb ik hier, dit is hier is iets fout gegaan. Wat hier staat is de uiteindelijke resultaat verminderd met de hoogst opgetreden, de hoogst bekende stand bij die stations. En dan zie je dat we ouderwets ongeveer in de buurt uitkomen van de hoogst bekende stand plus 1 meter. En zo deden we het vroeger ook. Maar dit. Voor Hardingen is nou even nog eens getoond. Hier hebben we uiteindelijk niet het statistische resultaat, maar het gewogen resultaat van de statistiek en fysica genomen. Dat betekent dat je je lijn, je geëxtrapoleerde lijn, niet meer door het statistisch bepaalde punt gaat. Maar is die geforceerd uitgaande van de waarnemingen door het uiteindelijk gebogen punt. En dat is voor al die andere stations ook zo gedaan. En zo is hier een Pareto-verdeling doorheen gefietst. Dit zijn een paar voorbeelden in $1 om het verband een beetje te laten zien ook, van Nieuwe Statenzijl is het hoogste en dit is Uibertgat, Delfzijl, Eemshaven, Delfzijl, Nieuwe Statenzijl. En met die resultaten, dat kun je voor al die stations doen en dan kan je met die modellen netjes interpoleren en dan kan je isolijnen tekenen van het 1 op de 10.000 pijl, 1 op de 4.000 pijl enzovoort, zodat je op elke locatie langs, op elk punt van de dijk, je ontwerppijl beschikbaar hebt. Was er vorig jaar, is er een storm gehad en toen was de waterstand in Delfzijl, het Waddengebied, ineens veel hoger als dat men had gerekend. Ja. Er was toch een fenomeen opgetreden waar op dat moment eigenlijk niet mee gerekend was. Is dat u iets van bekend? Ik weet dat het toen behoorlijk hoog was en dat de verwachting veel te laag was, als ik me niet vergis. En als je kijkt in de statistiek, dan was het niet een gekke stand of zo. Alleen het opmerkelijke was nu wel dat de voorspelling een stuk lager was. Dus dat de modellen het niet zo goed pakten. En daar is wel onderzoek naar gedaan. Wat er nou precies uit is gekomen, weet ik niet meer. Maar het heeft ongetwijfeld, weet jij daar meer van? Ja, het was zo dat... Seisje op het hoogwater.
zeisje, dat is een extra hoeveelheid water die door een meteorologisch fenomeen wordt opgewekt. Een buienlijn of iets dergelijks. En die gaf zo'n 60, 70 centimeter extra water op het hoogwater. En ja, als dat toevallig samenvalt met het hoogwater, meestal vallen het ervoor of erna, dan hebben we dat. En die zit niet in het meteorologische model. Okay. Hey, want het had toen nogal wat schrikreacties veroorzaakt bij dijkwacht en dergelijke. Ik ga nog even verder. Een mogelijkheid om die onzekerheid die erin zit en die we met al die manipulaties eigenlijk niet goed weten, om daar meer inzicht in te krijgen, zou je ook je toevlucht kunnen, niet 1000 jaar te hoeven wachten, zou je ook je toevlucht kunnen nemen tot artificiële data. En, dus door die te laten genereren, door klimaatmodellen te laten draaien en die weer eventueel met een regionaal model, als dat nodig is. En daar kan je weer searches mee uitrekenen. Door daar een waterwegingsmodel aan te koppelen. En zo kun je zo'n model in principe 10.000 jaar laten draaien. En dan, nou, als die modellen dat goed doen, dan kan dat een resultaat geven wat je wat houvast geeft. Nou, daar is ook wel, zal ik straks iets van laten zien, als ik nog tijd heb. En bovendien, als je deze aanpak doet, dan heb je maximaal maak je gebruik van de fysische kennis die je hebt. Want nu extrapoleren we gewoon, we nemen aan dat het net zo doorgaat. Maar als je de fysische kennis daarin kwijt kan, dan kan het ook voordelen hebben. Een ander fenomeen bijvoorbeeld is dat die overdracht van energie van de lucht op het water gaat via een drag, winddrag coëfficiënt, een CD-waarde. Die afhangt van de windsnelheid, hier boven 10 meter hoogte. En een bekende formulering daarvoor is de Sharnock-formulering. En die stippenlijn, zo zit die in het Delft 3D waterbewegingsmodel. Nou, die neemt dus hier steeds toe bij toenemende windsnelheid. Maar er is kennelijk reden, en de heer Markin, die van KNMI werkt hier geloof ik, professor Markin, onder andere, die heeft daar een andere formulering bedacht. Die is te weten gekomen dat op een gegeven moment dan wordt de zee niet ruwer meer door hardere wind, maar wordt die gladder. Omdat... Meer in de microfoon? Ja, oké. Okay. Dus met andere woorden, op een gegeven moment gaat de zee weer gladder worden en heeft de wind minder vat op het water en dat zal dus zijn gevolgen hebben voor de stormvloedstanden die dan niet meer zo hard omhoog gaan. Gaat er wel energie over, maar niet meer zo in die verhouding. Dus dat zou heel interessant zijn om dat mee te nemen in die hele modellentrein, wat nu eigenlijk niet in de statistiek zit. En welke oorzaak zou het hebben? Op een gegeven moment dan gaan er toch die golfjes, dan denk ik niet aan die hele grote golven, maar de wat kleinere golven, die gaan verwaaien en dat wordt een soort schuim en dat wordt dan een soort druppeltjes en dat is dan heel glad. Daar heeft dan de wind niet zoveel vat op meer. Is dat theorie of is dat gemeten? Dit zijn metingen. Metingen. En ik lag pas ergens ook dat bij orkanen, daar zijn foto's van genomen. Daar kunnen ze uit afleiden dat de oceaan daaronder heel glad geweest is. Dus daar is zeer, dat zijn dus niet zelf bedacht of theorie, maar het is ook echt wel gemeten. Ja, wanneer het nou precies optreedt, dat zal altijd moeilijk zijn. Hier staat iets bij 28 meter per seconde. Maar of dat overal geldt, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar het is wel een fenomeen wat onderzoek verdient en dat grote consequenties kan hebben. Nou, dat was alleen tot nu toe de maatgevende hoogwaterstand. Dat is natuurlijk meer dan alleen maar waterstand als je naar een dijkhoogte wil. Dan zijn ook de golven van belang. Daar wil ik daar niet te veel over zeggen, want daar ontbreekt de tijd voor. Maar dit is de Hondsbossche Zeewering, daar breken de golven op en je ziet ze tegen het talud oplopen. En nou ja, de kruinhoogte bepaalt hoe hoog de golven oplopen en hoeveel water er uiteindelijk overheen gaat. En dat wil je in de hand houden, daar wordt die dijkhoogte op berekend. Nou, die golfhoogte laat ik dan verder maar even helemaal in het midden, want de tijd gaat hard.
Jij heeft nog wat bijdragen aan de aanleghoogte van een dijk. Van hoe zit nou zo'n dijk, hoe komt die dijkhoogte nou tot stand? Nou, dit is het maatgevende hoogwater waar we het net de hele tijd over hebben gehad met die statistiek. Daar zit een toeslag, komt daar bovenop voor NAP-daling en hoogwaterstijging in de planperiode. Dus de planperiode 50 jaar is, neem je 50 jaar hoogwaterstijging mee. Moet je een getal voor aannemen. En op basis van de zeespiegelstijging die het KNMI voorspelt, wordt daar voor de zeespiegel 60 centimeter genomen in 100 jaar. En dan komt er nog iets extra bij voor het hoogwater, wat ietsje sneller stijgt. Dan komt er nog een toeslag bij voor buistoten, oscillaties en lokale opwaaiing. Nou, dit zijn vooral meteorologische fenomenen die de waterstandsverhogend werken en die niet in de normale statistiek zitten. Dan is een belangrijk element de golfoverslaghoogte. Of dat deel van wat je nodig hebt om die golfhoogte en die golfoverslag te beperken. En dan zit er nog een stuk overhoogte in bij aanleg. Door voor zetting en klink een lokale bodemdaling in de planperiode. Dus dat betekent dat zo'n kruinhoogte, nou, daar komt nog heel wat bij voordat je afgezien je hoog gemiddelde, je ontwerppeil zeg maar, voordat je bij je dijk kruinhoogte bent. Nou is de vraag, wat geeft de toekomst? Klimaat verandert, betekent dat die maatgevende hoogwaterstanden aan de haal gaan? Dan zijn we weer aangewezen op de modellen waar Andreas het al over had. En dit plaatje is ook een plaatje wat geproduceerd is door het KNMI, volgens mij. En dit is gedaan op basis van een ensemble van runs met een klimaatmodel, het ECAM, zogenaamde ECAM-model. Vanaf jaar 2000 is daar een scenario, een IPCC-scenario voor uitstoot van broeikasgassen in gestopt. En dan kan je zien wat dat doet met de winden, met de windsnelheden. Dan zien we, dan zijn hier uitgezet op roosterpunten van het model, zijn windrozen gemaakt met hoeken van 30 graden. Voor de windsnelheden hoger dan 8 Beaufort. En is gekeken van 1971 tot 2000, zeg maar de huidige situatie, hoe dat eruit ziet. En van 2071 tot 2100, dat is dus over 100 jaar, hoe het er dan uitziet. Dat zijn de rode puntjes en dan zijn de groene, dat zijn nog uit de waarnemingen afgeleide rozen. Maar het gaat hier vooral om het verschil tussen wat dat model geeft voor blauw en rood. Dan lijkt het erop dat hier verandert niet zo gek veel, maar vooral hier in dit gebied, dat de winden uit het zuidwesten, zuidwesten tot west, dat die wat zwaarder lijken te worden in de toekomst. Maar uit het noordwesten niet. En dat is voor ons prettig, omdat die juist potentieel gevaarlijk zijn. Er zit even nog een maatje bij. Er zijn 17 runs gedaan. Dus als je dat voor 17 gevallen doet, dan vind je een ruime range aan variaties. En die variaties die zijn nog groter dan het verschil tussen nu en ook de toekomst. Dus het is een beetje betrekkelijk. Maar meer, ja, dat is het beste wat we ongeveer weten. En daar kan je dus ook nog aan die runs kun je een waterbewegingsmodel, dat is ook gedaan ten behoeve van de Delta-commissie 2008 door het KNMI. En dan zijn die 17 runs, die zijn dus, zijn periodes van 50 jaar bekeken, 17 runs van 50 jaar. Dus dat is 850 jaar bij elkaar, als je dat achter elkaar plakt. Nou, dat is alweer heel wat meer dan die 100 jaar waarnemingen die we nu hebben. En dan zijn weer de blauwe, dat zijn de surges, dat is de opwaaiing boven het getij, dus wat het windeffect, zeg maar. De statistiek daarvan in de huidige situatie, met het huidige klimaat. En de rode doen dat voor een toekomstig klimaat. En de zwarte zijn de waarnemingen zoals we die tot nu toe hebben daarvan. En dan zie je dat die hier, Hoek van Holland, het hier, dat die hoger uitkomen, ook inderdaad ietsje naar boven krullen met een gigantisch trouwaardsinterval.
Maar dat met die gesimuleerde waarnemingen, dan heb je ook meer waarnemingen, want je hebt een veel langere periode. Die komen een beetje naar beneden en het verschil tussen nu en met klimaatverandering is dat niet zo groot. Nou, dit is wat het waard is. Het is natuurlijk maar een model. Het is één model. Maar wel een model wat goed presteert in deze omstreken. Maar het is een indicatie dat wat dat betreft de stormvloeden in de toekomst niet zo gek veel zal veranderen. Tenzij er toch tropische stormen stiekem binnen gaan komen. Maar dat zit hier niet in. Ja, ik kan nog iets zeggen over zeespiegelstijging, maar misschien moeten we dat gezien de tijd. Dat is minder spectaculair ook natuurlijk dan stormvloed, dan slaan we dat over. Maar het is wel iets waarvan we wel zeker weten dat het optreedt en dat het verhogend werkt. Misschien is het nog wel aardig om dan even te eindigen, want dit zijn die zeespiegelstijgingplaatjes. Dan gaan we even terug. Ja, dan moet. Ik klik te ver. Ik wou even naar het filmpje. Ja. Dat is toch wel aardig om even te zien. Dat is een animatie van de 1953 storm. En van Katrina. Als die precies dezelfde depressiebaan doorloopt als de 1953 storm. En dan kunt u zien wat er gebeurt met de waterstanden ongeveer. Het filmpje wordt opgezocht. Kun je misschien even antwoord geven op de vraag die zo even door de Voeker werd gesteld? Of er ook nog een effect is, even zo staan, of er ook een effect is dat het spuien ook lastiger wordt. Dus dat meer spanning op het systeem geeft. Ja, ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Want die statistiek gaat natuurlijk vooral over hele extreme stormen. Over de wat minder extreme stormen. Weet ik niet of die langer gaan duren, misschien gemiddeld. Daar weet ik niet zoveel van. Ik denk wel dat uit deze sommen blijkt dat in ieder geval qua hoge stormvloeden dat niet veel zal veranderen. Dat daardoor de druk niet hoger zal worden. De wat lagere stormen, daar ben ik dan niet helemaal zeker van. Dat, De reden waarom ik daar een vraag over stel, is dat je helemaal niet zo'n zware storm nodig hebt om toch opstuwing te krijgen. En dat nog wel een veel belangrijker effect zijn om je maatregelen op te baseren met bijvoorbeeld pompen van boezemgat in plaats van spuiten. Ja. Dan die gemiddelde vrij gelijkmatige zeespiegelstijging onder de tijd. Ja, ben ik het eens. We gaan even naar het filmpje. Hier ziet hij het getij hier langs de kust gaan door het Coriolis-effect. En dat ziet hij hier ook. Nou, hier ziet hij duidelijk hele snelle windsnelheden. Dit is natuurlijk typisch een veel groter fenomeen dan zo'n storm. Misschien kun je het nog een keer draaien. En hier zien we dan bij. In de Duitse bocht met name, dat komt juist door die trek natuurlijk, daar zien we de waterstanden hier gigantisch oplopen. Er is ook een simulatie, maar die heb ik niet bij me, maar waarbij die trek wat meer naar Nederland afbuigt. En dan zie je natuurlijk dat het hier gigantisch gaat oplopen. Dat scheelt zo gauw een paar meter dat het water hoger komt. Dus laten we vooral hopen dat we dit soort orkanen niet op de Noordzee krijgen. Dat is wel stuf om over na te denken die jij ons laat zien, Douwe. Dankjewel. Gelet ook op het programma, maar anderzijds voel ik ook goed dat we het allemaal razend interessant vinden. Dus we gaan onze pauze gewoon iets inkorten. Wil ik gelegenheid geven voor twee vragen ter verduidelijking. Is er iemand die op dit moment een vraag wil stellen? Zegt u eerst even uw naam. Mijn naam is Ton de Liefde. Ik heb een vraag. U liet de statistiek zien waarmee waarnemingen en modelmatige rekeningen was. En u zei dat zo keurig klopte. Maar als ik me goed herinner, was die waarneming op een gegeven moment liep die keurig veel sterker naar boven toe dan de modelmatige berekening. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet zo geruststellend. Kijk, in dat plaatje van de waarnemingen, daar zit natuurlijk, speelt 1953 een prominente rol. Die springt er echt een beetje uit. En in die gesimuleerde waarde zit die natuurlijk niet. Sommige statistieken, dat is een goede
Ja. Nee, hebben we ook niet gedaan. Nee, dat is ook niet gebeurd. Nee, nee. Maar je hebt natuurlijk veel meer. Maar... Niet? Oké, Douwe, hartelijk bedankt voor jouw verhaal.